Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag maandag 17 juli, als het goed is, 2023. En ik ga vandaag weer vloggen. Dus kijk gezellig mee met deze vlog. En zoals ik al gisteren in de vlog zei ik dat ik vandaag 7 jaar lang op TikTok zit. En dat is gewoon, nogmaals, echt niet normaal gewoon. Niet normaal, weet je. Het is gewoon echt nog niet te beseffen dat ik gewoon vandaag 7 jaar lang op TikTok zit. Maar goed, dat even achterwege. Ik heb dadelijk een video. Ik laat jullie dadelijk de eerste video zien. Dat doe ik nu. Ik laat jullie nu bedoel ik de eerste video zien die ik toen had gemaakt. 7 jaar geleden dan. Dus ja, hier komt de eerste. Oftewel mijn eerste video van Musical.ly toen die tijd. Wat zou ik doen om bij jou te zijn? Al wat ik heb zou ik voor jou geven. Al wat ik heb voor één nacht. Eén dag met jou. Zo, en dat was dus mijn eerste video. Laat zeker weten in de reacties wat jullie van die video vonden. Maar goed, volgens mij heeft het dus geregend. Volgens mij zal wel zo zijn. Want hier, ik zal even laten zien. Hier is het dak. Dit eigenlijk zo open. En hier is dus allemaal regendruppels gaan. Allemaal water. Allemaal regendruppels. Dus ja, het heeft geregend. Ik ga even wat drinken pakken. En dan ga ik er even mijn tas doen. Moet sowieso ook nog mijn tanden en mijn haren doen. Maar dat kan ik ook nog hierna doen. Even kijken. Drinken. Water. Nee, dat dit allemaal al genoeg is. Nee, hij blijft niet staan. Ja, op de hoop dat hij nu wel blijft staan. Even de water, een drinkje in de tassen. Rood van anderen doen. Dan ben ik klaar met mijn tassen pakken dan. Dan ga ik nu alleen nog maar mijn haren te doen en mijn tanden te poetsen. En dat ga ik nu even doen. Zo, ik ben inmiddels alweer thuis aangekomen van mijn werk. En het is ondertussen natuurlijk alweer middag. En ik had vanochtend al iets gefilmd. En ik zeg natuurlijk, en dat ik natuurlijk vandaag 7 jaar lang op TikTok zit. En ik dacht, ik heb er al iets over verteld vandaag en ook gisteren, maar ik dacht dus om het, om het een beetje iets meer te vertellen over hoe het eigenlijk is ontstaan en hoe ik eigenlijk ben begonnen en waarom de reden was door ik ben begonnen. Dus ik ga het gewoon eens vertellen. En ga dus lekker bij zitten. Dus even alles aan de kant zetten. Toen dat ik veel ruimte heb en meer plek heb om natuurlijk even te zitten. Ik ga gewoon even een kopje koffie maken. Dat ga ik even doen. Heel lekker. Om een kopje koffie te maken. Dus dat ga ik gewoon even doen. Melk. Zet hier melk in. Ja, hier een pak melk. Wel bijna op. Goed, we gaan het gewoon opmaken. Dat is nog gemaakt. Ik hoop dat je hem duurt 2 uur. Maar goed. Even mijn tas uitpakken. Dat heb ik nog niet gedaan. Koffie is nu klaar. Zo, goed geregeld. Dan heb ik in de tussentijd nog wel wat kunnen doen.
vanavond als ik hier zou moeten staan. Ja, weet je, dus ja. Zo, de koffie is klaar. De deur open doen, achter zetten. Zo. Deur dicht. En dan ga ik eens vertellen hoe ik eigenlijk ben begonnen met TikTok. Wat eigenlijk de reden was dat ik ben begonnen en eigenlijk van alles en nog wat. Ja, hoe ben ik eigenlijk begonnen met TikTok? Ik ben begonnen met TikTok in 2016. Dus vandaag 7 jaar geleden. Voor jullie al iets langer, eerder deze vlog online komt. Maar voor mij is het vandaag 7 jaar geleden dat ik in TikTok ben begonnen. Oftewel in 2016. Mijn tante, Sabrina, die vond er wel iets voor mij, Musical.ly. Dus ja, ik heb dat eens gedownload en toen daar ook meteen mijn eerste lip sync video opgenomen. Want dat deden ze toen in die tijd. Ja, toen was dat toen een hit, toen was het toen trend in Musical.ly. Toen lip sync video's achtig, zoiets. En dan heb ik daar mijn eerste lip sync video opgenomen. En die heb ik ook gepost. En uiteindelijk heb ik daar eigenlijk een jaar lang niks meer mee gedaan. In 2017 was ik weer verder gegaan. Had ik het weer opgepakt. Dat Musical.ly heette toen nog volgens mij. En toen maakte ik ook nog allemaal lip sync video's en alles. En uiteindelijk begon ik ook af en toe een dansje te maken. Uiteindelijk maakte ik ook naast dat allemaal transitions. Zo'n transitions met ofwel duets met andere Musical.ly sterren, of hoe noemen ze dat toen die tijd. En bijvoorbeeld met Shai Bach, als je het goed uitspreekt. Met Lionesca of zoiets maakte ik toen allemaal duets mee. En dat, ik moet wel zeggen, die transitions waren best wel goed gelukt voor de eerste keer. Uiteindelijk, ergens in 2018, maakte ik ook nog af en toe een video met mijn oma of met mijn nichtje. En toen is het eigenlijk begonnen. In 2018 maakte ik 1 video met mijn nichtje of met mijn oma. En toen is het eigenlijk begonnen dat ik ook af en toe een video maakte met mijn familie. En dat wordt best wel goed ontvangen. En uiteindelijk maakte ik ook andere video's. Bijvoorbeeld sketches en iets met acteren. Dansjes, transitions, ik maakte eigenlijk van alles en nog wat. En uiteindelijk nu in 2020 had ik een video gemaakt. Eigenlijk een video gerepost op TikTok. Dat was met mijn oma. En dat is nu op dit moment ook nog steeds mijn viraalste video op TikTok. Dat is iets van 300.336, zoiets. Sowieso meer dan 300.000 keer bekeken en meer dan 16.000 likes. Dat is mijn viraalste TikTok video die ik heb gemaakt. Heb gepost op al die jaren. Toen ben ik eigenlijk, vanaf dat moment, kreeg ik eigenlijk steeds meer volgers en likes en views en werd het eigenlijk steeds groter en groter. En nu gaat het eigenlijk nog steeds goed met TikTok. Ik krijg het wel iets minder. Maar nu maak ik, ik krijg wel wat views en likes, maar het is wel iets minder dan de eerdere jaren. Maar ja, nog wel redelijk goed. Het wordt nog wel redelijk goed bekeken. Maar goed, het maakt ook eigenlijk niet uit. Want het draait ook niet echt om de likes en om de views. Maar soms heb ik wel eens een momentje dat ik echt denk van, die video moet echt goed scoren. Of die video, waarom pakt die video niet veel goed likes of veel views? En dan die andere video's bijvoorbeeld.
dan heb ik wel eens bijvoorbeeld echt zo'n momentje van dat ik boos of stressachtig ben. Maar ja, terwijl het eigenlijk niet echt belangrijk is, weet je. En ja, nu maak ik eigenlijk nog steeds video's. Nu wel iets minder. 2020 in de coronatijd. En daarvoor maakte ik eigenlijk altijd video's, bijna iedere dag video's. En nu sinds ik eigenlijk, ja, ouder ben geworden. En vooral nu ik nu werk, is het wel iets minder geworden. Ik probeer nu meestal in het weekend video's op te nemen. Met mijn familie, met mijn oma, met mijn nichtje is dat meestal. En ja, door de week eigenlijk iets minder. Dat lijkt me ook logisch, nu ik aan het werk ben. Maar ja, ik probeer nu wel nog dagelijks te uploaden. Dat doe ik eigenlijk al een aantal jaar eigenlijk al. Eigenlijk in 2020 en de jaren daarvoor, als ik een video had gepost, postte ik die eigenlijk al meteen. Maar nu, en sinds 2021 zoiets, ben ik eigenlijk niet echt meer van een video gemaakt en meteen posten. Nu maak ik, als ik een video heb gemaakt, post ik die in mijn concepten. Dan probeer ik meestal iedere dag een video online te zetten. En dat doe ik eigenlijk volgens mij sinds 2021, zoiets. En dat doe ik nu nog steeds eigenlijk wel. En weet je, ik heb soms ook wel eens van die dagen dat ik 1 of 2 of 3 dagen niet heb geüpload. Langs dat ik niet heb geüpload is een week, jawel. En is een week, en een week. Ja, een week eigenlijk heb ik niet echt geüpload. En zo'n keer deed me ook wel eens goed om even een week lang niet te uploaden op TikTok. En ik moet toch wel echt zeggen, het is toch echt wel, het gaf me toch wel iets meer rust om even een week lang niet te uploaden. Maar daarna ben ik eigenlijk gewoon weer af en toe een video gaan uploaden. En nu ben ik eigenlijk weer elke dag aan het uploaden. Terwijl ik eigenlijk ook wel iets minder kan. Maar goed, dat maakt eigenlijk niet echt uit. Ik ga even een slokje nemen aan mijn koffie voordat die dadelijk koud is. En dat was eigenlijk hierna een beetje het verhaal van wat ik net heb uitgelegd en verteld. Dus ja. Zo, nou ja, dat was dus eigenlijk een beetje een verhaal. En een beetje praten met jullie over, 7 jaar geleden, hoe het eigenlijk is begonnen. En ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden om naar te kijken. Ik weet niet of jullie echt helemaal naar het einde hebben gekeken. Maar voor de mensen die het wel hebben gedaan, bedankt voor het kijken dan. En dan sluit ik bij deze ook deze vlog weer af. Dus ik zou zeggen, vond je het een superleuke vlog? Vergeet zeker niet te abonneren en de video te liken. En dan zal ik zeggen, tot morgen bij weer een nieuwe vlog.